Bokjev en Hein Vergeer. Prachtige 500 meter tijd voor beide. 37,99 Bokjev, 38,04 Vergeer. Een verschil van 500ste seconde. Dat is vertaald naar deze 5000 meter dus niet meer dan een verschil van slechts een halve seconde. Vergeer zou dus een halve seconde sneller moeten zijn dan Bokjev om hem in het klassement na twee afstanden te pakken. Nou, of dat gaat lukken, dat weet ik niet. In ieder geval krijgen we nu een zeer enthousiaste rit. Enthousiast in die zin dat de aanmoedigingen van het publiek groot zullen zijn. Vergeer met een persoonlijk recordtijd gestart van 7.05. Bokjev 6.59. Dat zijn de uitgangssituaties. En nu kijken. De 200 meter. Voor Bokjev in 19.03. Vergeer 19.06. Dat is iets langzamer dan Gustafsson in de eerste rit, want die opende in de verbluffende 19-1. Nou eens kijken, Bokjev door de binnenbocht. Kan hij met één Vergeer plagen? Kan hij meteen een gaatje doen ontstaan? Kan hij onze landgenoot met één de kriebels bezorgen? Het heeft er alle schijn van. 600 meter, Oleg Bokjev, 51-4. Hein Vergeer, 52-1. Het eerste gaatje is geslagen namens Bokjev. Wat is het antwoord van Hein Vergeer? 51-4 is overigens 14e langzamer dan Tommy Gustafsson. En kijk naar Oleg Bokjev, een fantastische schaatsenrijder. Zonder enige twijfel. En Vergeer komt er met zijn binnenbocht niet echt meer naast. Moet een klein beetje achterstand toestaan op de man uit Moskou. Die de kilometer aflegt in 1.24.4. 17e langzamer dan Gustafsson tegen 1.25 blank voor Hein Vergeer. Ja, kijk, die Bokjev doet dat heel slim natuurlijk. Laat zich meetrekken op dat rechterstuk in de slipstream van Vergeer. Duikt dan die binnenbocht erin om daar vervolgens weer met een metertje of 10-12 voorsprong uit de voorschijn te komen. Ja, Hein zal moeten knokken. En het Nederlandse publiek zal zich in toom moeten houden, want dat soort beelden van daarnet, dat mag natuurlijk niet. 1.57.4 voor Bokjev. 16e langzamer dan Gustafsson. 1.58.2 voor Hein Vergeer. Die hier nog langzamer is dan Falk Larsen, maar dat zegt niet zoveel. Want die ging in elkaar later. Maar dat zie ik een Bokjev nog niet zo gauw doen, moet ik eerlijk zeggen. Want die rijdt heel goed. Vergeer, weer. Door die binnenbocht. Komt er dan toch bijna bij. Ja, Vergeer trekt en vecht terug. Dat is goed. We gaan naar de 1800 meter met een geringe voorsprong nog voor Bokjev. 2.30.5. Bijna een seconde langzamer dan Gustafsson. Maar Vergeer komt terug in het spoor. 2.30.9. 33.1 voor de ronde. Gaat uitstekend met deze beide heren. En nu moet Vergeer bijblijven. Door die buitenbocht. Goed. Dan mag je een klein beetje afstand houden. Bokjev, die de slag wel erg breed maakt nu. We gaan naar 2200 meter met Bokjev in 3.03.9. Precies een seconde langzamer dan Tommy Gustafsson. Tegen 3.04.2 voor Hein Vergeer. Dat scheelt dus maar 0,3 van een seconde meer ten opzichte van zijn directe tegenstander. Bokjev. Verbeeld ik het mij of gaat het iets minder gemakkelijk, iets minder soepel dan in het begin van de race? En kan Vergeer antwoorden? Hij kan het. Ja, ja, hij kan het. Goed. Hein Vergeer komt naast de Rus. Komt er bijna naast, moet ik zeggen. Het verschil is minimaal 3.37.0 om 3.37.2. Dan zijn ze anderhalve seconde ruim langzamer dan Tommy Gustafsson. Die overigens, mocht u dat hebben gemist, niet meetelt voor het klassement na een val op de 500 meter. Deze twee heren wel. De nummers 1 en 2 van de 500 meter. Bokjev, binnendoor nu. Toch weer een paar metertjes erbij. We gaan de 3 kilometer tijd klokken. Voor Oleg Bokjev op 4-10-1. Tegen 4-10-2 voor Hein Vergeer. Het verschil is minimaal. En het verschil ten opzichte van Gustafsson wordt kleiner. De heren komen dichter bij de Zweed. Kom op, hij nu door die binnenbocht. En nu daarnaast. Ja, dat is goed. Prima.
Kijk, daar komt Vergeer. Heel goed. Jawel, de rit is nog niet gestreden. Zeker niet. De 3400 meter. En nu voor het eerst voorsprong voor Hein Vergeer. 4.33. 4.43 blank tegen 4.43.2 voor de Rus. 4.43 blank. 4.43.2. En daarmee zijn ze nu voor het eerst ook sneller dan Tommy Gustafsson. Die 4.43.6 noteerde. Dit is het antwoord van Hein Vergeer. En waar blijft nu Bokjev? Goed, goed gedaan van Hein Vergeer. Schitterend. Nu ook door die buitenbocht al met voorsprong blijven. Ja, dit is heel goed gedaan. In de tussentijden 5.15.5 voor Vergeer. En 5.16.1 voor Bokjev. Ruim een halve seconde dus. En de 5.15.5 van Vergeer is 2.3 seconden sneller dan Tommy Gustafsson. En u zag daar ook Henk Gemser daarachter in uw beeld enthousiaste gebaren maken. Want dit gaat een fabelachtige tijd worden. 5.15.5. Daarmee was hij ook anderhalve seconde sneller dan het schema dat ooit leidde tot het baanrecord van 6.57. En gaat die Vergeer het hier maken? 5.48.2 na 4200 meter. Tegen 5.49.6 voor de Rus. Die lijkt geklopt. Oh, nog twee rondjes. 5.48.2. Daarmee zit hij royaal onder die tijd van het baanrecord. En Hein Vergeer, die in zijn carrière nog nooit sneller is geweest dan 7.05, gaat hier op weg naar een schitterende eindtijd van onder de 7 minuten. Sterker nog, als hij dit zo doorzet, gaat hij op weg naar de eerste plaats in het klassement na twee afstanden. De bel. 6.21.3 voor Vergeer. En 6.23.7 voor Bokjev. Ja hoor, hij gaat het maken. Schitterend. Enthousiasme van al die duizenden Nederlanders hier in het stadion. En kijk, Vergeer, handjes op de rug, keurig in balans. En Bokjev heeft bijsturing nodig. Heeft één hand losgegooid op het rechterstuk al. En jongens, wat gaat dit voor een tijd worden, zeg. 6.55 of zo. Het is onvoorstelbaar. Hein Vergeer in een wereldtijd van 6.54.91. Ongelooflijk. 11 seconden verbetert hij hier zijn eigen persoonlijk record. En ook Bokjev is onder de 7 minuten. 6.58.77. Hein Vergeer heeft zich laten zien. Hij was niet bang voor de Russen, riep hij. Hij toont het ook aan dat hij niet bang hoefde te zijn. En dit is dan het plaatje natuurlijk. Een moe gestreden, maar voortreffelijk gereden hebben de Hein Vergeer. Met een ongetwijfeld blije Gemser. Die de vuisten omhoog steekt naar het Nederlands publiek op de tribunes. Een formidabele prestatie. En kijk, dit is dan het Nederlandse feest dat gevierd wordt. Op die tribunes, overal in dit stadion. Want dit zijn toch prestaties. We wisten dat het snel zou kunnen gaan. We wisten dat het snel zou moeten gaan. En kijk naar die applaudisserende Henk Gemser. Die zijn enthousiasme niet de baas kan. En gewoon echt als een enthousiaste toeschouwer hier Hein Vergeer beapplaudisseert. Schitterend gedaan. 6. Wat was het ook weer, Bart? Want ik heb het in de gauwheid niet eens opgeschreven. 54-91. Nou, wie gaat daar nog aankomen? Weet je wat zo mooi is? Ja. Van hem werd dus gezegd dat hij geen laatste ronden kon rijden. Nou, als hij 5 kilometer rijdt. Met enig sepsis werd er nog gezegd na zijn proef, 5 kilometer van verleden week in Haarlem. Van het zit nog steeds niet goed bij hem. Hij zei daar verleden week nog over van, ja, het zat voor mezelf wel goed. Jullie volgers vonden dat misschien niet zo, maar ik voelde dat het kon. Wat heeft hij een prachtige revanche genomen. Terwijl de voorzitter van de KNSB trots over zijn volk uitkijkt. Maar wat heeft hij een mooie revanche genomen op vooral zichzelf. En dat telt. Sporters in beeld, jongens. Daar gaat het om. Niet meer dat instorten. In Oslo ging het niet goed. In Assen ging het helemaal niet goed. En precies op het moment dat hij er wel moet zijn, is hij er.